welkom in mijn atelier. Ik ben Simone van Olst en dit is mijn beeldhouwatelier. En naast de beeldhouwlessen die we geven in ons eigen werk, hebben we ook onze leuke doe-het-zelf-pakketten. In dit geval de vlinder, die zijn dus van Simstone. En ik laat je vandaag even zien hoe je daar een hele leuke vlinder uit kan maken. Eerst laat ik je even zien, als je een doe-het-zelf-pakketje hebt, dan zit er ook zo'n zakje bij. En daar zitten dus de gereedschapjes in die je nodig hebt. Waaronder dan het instructieboekje. En er zit een fijne rasp in. Met een lekker puntje. Heel scherp. Dus daar kan je lekker fijn mee werken ook. En daar zit in de olie voor het afwerken. En het schuurpapier. Coarse, fine, very fine. Je begint dus met die grofste die bovenop ligt. En dan ga ik alles er even in doen. En dan ga ik je laten zien hoe je de vlinder gaat maken. Laat ik het zo zeggen. Kan maken, want het is natuurlijk altijd anders. Als je het pakketje krijgt of als je hem los bestelt, dan ziet je vlinder er zo uit. Nou, dat startmodel is dus van de engel en daaruit ga je dus de vlinder maken. En dus het is heel belangrijk dat je eerst goed op gaat tekenen hoe je hem wil hebben. En wij hebben hem zo uitgewerkt, maar je kunt natuurlijk ervan maken wat je wil. Als je de onderkant heel dun maakt, dan moet je natuurlijk wel continu kijken of dat hij nog goed staat. Ja, want anders zou je er toch een pinnetje of iets in moeten doen. Heel belangrijk dus dat die bodem, dat je die als laatste doet. Dat die zo lekker mogelijk blijft staan. Nou, je ziet dat ze allemaal anders zijn. Nee, soms is dit helemaal dicht en de andere keer zitten hier toch nog wat randjes ingewerkt. Voor de vlinder maakt dat helemaal niets uit. Wat je in eerste instantie doet, is eigenlijk gewoon in het midden een beetje een streep zetten voor het lijf. En dan zie je gelijk dat je dus hier de eerste vleugel hebt. En dan kun je er dus voor kiezen om dit nog wat omhoog te trekken, zoals we daar hebben gedaan. En die komt helemaal daar vandaan. Maar je kunt het dus ook laag houden en dan heb je hier dus je eerste vleugel. Vanuit dat kopje, daar komt ook het kopje van de vlinder. En die hebben hier ook echt een beetje zo'n opgekruld, ik weet niet hoe je dat noemt, tongetje. Erop gedaan, grote ogen opgemaakt. En het heeft een beetje een alien kopie, vind ik zelf. Maar ja, zo zien ze er wel uit natuurlijk. Dus je kijkt gewoon van hoeveel vleugel heb ik en hoe zou ik dat dan willen. Ga ik je ook even de achterkant laten zien, want die is dus in dit geval dus helemaal plat. En dat is het lekkerste om mee te beginnen. Ga dan niet meteen te diep. Hè, want dan wordt het heel erg dun. Je ziet bij deze ook, het is ontzettend dun en breekt natuurlijk ook heel snel af. Dat zie je hier ook. Ja, dus wees er wel voorzichtig mee dat het niet afbreekt. Ja, maar zorg dus dat je genoeg ruimte overhoudt. Dus als je hier naar binnen gaat, doe dat dan ter hoogte van dat lijfje. En niet gelijk hier aan de zijkanten. Want dan kan je hier niet zoveel meer weghalen. Dat is dus heel belangrijk. Nou, die sprietjes, die hebben we gewoon gemaakt van zo'n clipje van een vuilniszak of van een boterhamzakje. Even een klein gaatje ingemaakt met het puntje van de vijl. Klein beetje lijm erin en dan het sprietje erin even vasthouden. En dan heb je er dus van die leuke sprietjes op, maar het hoeft natuurlijk niet. Nou, we hebben gekozen om er ook een beetje dat lijfje van een vlinder van te maken. Dus die bestaat uit twee deeltjes. Ja, en dan ga ik het even laten zien hoe je dat dan aan de achterkant doet. Leg hem even om. De potlood eronder, dan ligt hij een beetje schuiner. Je haalt dus hier aan de achterkant een heleboel weg. Je gaat gewoon een beetje schetsen eerst. Maar ook met potlood als je dat wil. En wij hebben er dus hiervoor gekozen dat er ook echt een uitstulpingje staat. Dat dat lijfje dus ook echt doorloopt naar de achterkant. Dan krijg je die hier. En dan krijg je dus hieruit de vleugels voor de onderkant. Nou, je gaat dus hier en daar. En bij het kopje ga je alvast dat weghalen. En dan zie je ook bij deze. Laat ik hem bijna vallen. Dat ik veel dieper erin ben gegaan. Want hier tussen zit veel meer ruimte. Dan bij dit model. Zie je, dat zit nog helemaal aan elkaar. Dus het is heel belangrijk dat je hier tussen ook wat ruimte maakt. Maar dat je dan af en toe natuurlijk ook aan de voorkant kijkt wat je dan aan het doen bent. Dus dat je hem een beetje zo van bovenaf zo steeds weghaalt. Want anders dan zit je natuurlijk opeens aan de voorkant in je vleugel. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, dit is echt wel een modelletje waar je wat langer bezig bent. Want het is best een flink stukje. En je ziet het ook, er moet een hoop steen weg. Dus je bent zeker wel 3-4 uur bezig om er een vlinder van te maken. Let erop dat als je ze dus openmaakt, zoals we dat hier hebben gedaan, dat hij dan nog genoeg vlees heeft, steen heeft, zeg maar, noemen we altijd vlees, om te laten staan. En dus zorg dat hij daar wel stabiel in is. En ook voor die gaatjes in de bovenkant, dat je daar maar een heel klein gaatje voor maakt. Want het is natuurlijk maar een heel klein gaatje wat je nodig hebt om die sprietjes erin te doen.
Dus dat is wel echt heel belangrijk. En dan wordt hij dus hartstikke leuk. En je kan het natuurlijk ook heel anders maken. Je zou dit natuurlijk ook veel ronder nog kunnen houden, die ondervleugels. Of korter. En dus dat het wat minder open is aan de onderkant. Net wat je leuk vindt. Laat het even zien wat je ervan gemaakt hebt. Elke maand floot een heel leuk cadeaupakket onder alle mensen die laten zien wat ze met onze pakketten en onze stenen hebben gemaakt. Hashtag Samstone er dan even bij voor Samstone Shop als je dat op Instagram deelt. En op Samstone als je dat natuurlijk deelt via de Facebook. Mocht je vragen hebben, dan vind je dat of in het pakketje of op de site als je ze los hebt besteld. En dan kun je altijd een berichtje sturen. We hebben ook een WhatsApp klantenservice. Kun je gewoon foto's en filmpjes sturen en dan helpen we je verder. Mocht je ergens tegenaan lopen. En anders heel veel plezier met maken. Het is natuurlijk altijd een leuke ontdekkingsreis om te werken in speksteen. Ja, en de stenen zijn altijd in verschillende kleuren. Van grijs groen tot een beetje zwartig, bruinig en alles en nog wat. Je ziet bij ons model ook dat er echt een lijn in loopt. Dat hoort erbij. Het is een natuurproduct. Dus geniet ervan. Veel plezier!